En mijn opa en oma konden goed met elkaar opschieten. Alleen er was wel een hele duidelijke taak en machtsverdeling. En voor een belangrijk deel was die gebaseerd op hun seksen. Ik kan het daar niet meer echt met hen over hebben, want ze zijn helaas een paar jaar geleden overleden. Maar ik heb wel de verhalen gehoord van mijn vader. Dat mijn oma geen inkomen had, dat was geen toeval, maar dat was wettelijk bepaald. Zij werkte als vrouw in overheidsdienst, als secretaresse. Ze werd geboren in 1913 en volgde de secretaresseopleiding bij Schoevers en ging toen aan de slag. Maar op de dag van haar trouwen werd ze wat ze noemde eervol ontslagen. En dat was eigenlijk een eufemisme voor gedwongen ontslag. Opdat je je taak als huisvrouw en zorger voor de kinderen op je zou nemen. Nou, daarvan kun je enerzijds zeggen dat ze het zakelijk leiderschap van het huishouden op zich nam. Je kan smalend zeggen het enige recht van het vrouw is het aanrecht. Maar met rechten had dat niet veel te maken. Wat je het wel kan noemen is een door de overheid afgedwongen levenskeuze. Als kers op de taart kwam daar nog eens het burgerlijk wetboek overheen. Wat bepaalde dat je als getrouwde vrouw in Nederland handelingsonbekwaam was.